Hallo lieve Ram, kijk eens wat ik heb. Ik heb twee raak en ik heb drie spirituele tafelgesprekken. En die mag ik allemaal weggeven van Koppenol. Hoe leuk is dat? Ik heb voor jullie uitgezocht. Wat gaan we doen in september qua astrologie? En ik trek intuïtief hele mooie kaarten. Ik heb doTERRA, ik heb bachbloesempjes en ik heb stenen. Nou, hoe leuk is dat? Het is één groot cadeautje voor mijn lieve Ramma. Ik begin met een van Stacey DeMarco. Met een Divine Oracle deck. Het is een beetje korrelig het beeld, want het is hier heel erg donker. Vind ik wel gepast voor deze mooie astrologie. Oké, wat is de overall theme? Qua dier, welk dier reist met jou mee? Wauw, de butterfly. De butterfly reist de hele maand september met de rammetjes mee. En qua astrologie, ik heb alles weer uitgezocht voor jullie. De aankomende 7 maanden staat Mars in tweelingen bij jullie. En wat betekent dat nou? Dat is in het derde huis, in het derde huis van de communicatie. Je kan beter communiceren. Je bent helderder. Je weet precies wat je zeggen moet. Maar het gaat ook over wat wil je leren. Misschien ga je iets nieuws doen, net als ik. Ik heb me opgegeven voor een cursus speechen als Obama. Hoezo? Ja, dat lijkt me gewoon ontzettend leuk. Gewoon intuïtief. Ja, dat wil ik doen. Heel erg zuiver. Kunnen zeggen wat er op je hart ligt. En dat is vanaf 20 augustus tot en met 1 januari 2023. Normaal gesproken staat dat niet zo lang in één huis. Normaal gesproken is dat heel erg, ja, een maand geloof ik uit mijn hoofd. Maar nu is het tot 1 januari. In 20 oktober gaat Mars retrograden. Dan moet je weer een muilkorfje voor. Want je gaat dan misschien iets feller reageren, maar hoe fijn dat je nu al in je agenda kan zetten. Vanaf 20 oktober moet ik een beetje wat op mijn woorden vallen. Wat valt er uit mijn mond? Met die butterfly die de hele maand september met jullie meereist, is er een transformatie. Een transformatie op eigenwaarde, een transformatie op. Hoe wil ik mezelf presenteren aan de wereld? Misschien ga je wel schrijven, misschien ga je wel iets visueel communiceren, misschien ga je wel iets wat er al heel lang verborgen op je hart ligt, dat je dat eruit wil laten komen. Een fantastisch placement voor jullie. Ik ga even kijken welke tarotkaart. Wat mag je? Volgens de kaarten gaan accentueren. Waar moet je op letten? Wat zit nog in je dode hoek? Wat is nog onbewust? Oké. Oeh, ze vallen eruit op mijn glitterhart. Kijk eens, de Knight of Emotions. Het kan zijn dat er een Knight of Emotion, een waterteken, schorpioen, vis of kreeft, naar je toe komt. Zo van, oké, volle galop. Ik wil wat met jou. Maar het kan ook zijn dat je juist, hoe zal ik het zeggen? Dat je dat stuk in jezelf mag met die butterfly, dat je dat mag transformeren, dat je dat wat groter mag maken. Dat je dat gevoel, dat communiceren vanuit je hart, dat je dat wat mag aanzetten. De Knight of Emotions, dat is de cups, de ridder van cups, de bekers. Die kan niks anders dan zijn gevoel volgen. En omdat jullie die Mars daar hebben in dat derde huis in tweelingen, ga je heel erg communiceren vanuit je hart. Dus dat wordt wel een transformatie, omdat je normaal gesproken. Ja, want die rammetjes gaan er soms ook wel met twee gestrekte benen in. Daar worden mensen niet blij van. En
Nou ja, ik ben zelf ram zo van... Je bent het met een uur alweer kwijt. Je bent het met een uur alweer kwijt. En jij denkt, oh, ik heb gewoon de waarheid gezegd. Ik ben heel erg eerlijk geweest. Terwijl iemand anders daar misschien maanden over loopt te piekeren. Daar kun je beter op gaan letten. Wat ik gedaan heb, ik heb een linkje gemaakt. Een PayPal-linkje. Zodat het geven en nemen... met deze readingen in balans kunnen blijven. Misschien zeg je van, nou, ik vind het altijd zo leuk wat je doet. Ik geef geen personal readings op het ogenblik. Ik ga jou een donatie geven, omdat ik het zo fijn vind om elke maand even weer bij je te koekeloeren en een bachbloesempje en een steentje en een engeltje op te halen. En dat is een eikpunt, een klein vuurtorentje in je leven. En als jij zegt van, nou, ik vind het heel erg fijn. Ja, dat doe ik. Nou, dat zou ik ontzettend leuk vinden. Als je mij dus een donatie geeft voor deze reading. En laat me ook weten wat je dat vindt. Misschien zeg je wel, ik vind het heel erg stom. Of ik ben het er heel erg mee eens. Of dat je zegt, van ik vind het veel leuker als je die extended filmpjes gaat maken die we kunnen kopen. Ik ben aan het experimenteren. En ik wil dat eigenlijk in overleg samen met jullie doen. En als je wil winnen, een van deze 5 decks, zet het dan even onder deze reading. Hallo Mabel, ik wil het winnen. En als je het erbij wil zetten waarom, mag dat natuurlijk ook. Nou, allemaal experimenteren met elkaar. Ik heb een prachtig nieuw deck. Ik ben er helemaal verliefd op. Oracle of Visions. En deze meneer heeft al 3 tarot decks gemaakt. Ciro Marichetti. Misschien spreek ik niet goed uit, Ciro Marichetti. En dit is eigenlijk een deck dat je kan lezen... zonder dat je het boekje erbij hoeft te halen. En dat vind ik zeker voor de beginnende tarot-liefhebbers een hele mooie opstap. Dat je het echt vanuit je gevoel kan doen. Wat hebben wij? Wat hebben wij? Wij hebben kaart nummer 41. 4 en 1 maakt 5. 5 is ook het getal van de vrijheid. Het doen op je eigen manier. En wat ik zelf zo zie, en ik ga zo meteen even de quote voorlezen die erbij staat, wat ik zelf hier uit deze kaart haal. Oh, we gaan andere aspecten van onszelf, en dat kan weer heel erg goed slaan op die ridder van bokalen, die ridder van bekers. We gaan andere aspecten van onszelf laten zien aan de buitenwereld. Hier heb je ook die babushka poppetjes en die maskers gaan af. En je pakt jezelf eigenlijk opnieuw uit. Ook met de butterfly kaart. Het is wel prachtig hoe dat in elkaar valt. Zal ik even kijken welke quote hierbij hoort. Ik zal ook een linkje zetten. Dat is gratis. Kan je astro.com kan je je maanteken zien. Je kan je ascendant zien en je kan je zon zien. Ik zeg, je moet eigenlijk alle 3 kijken. De zon is je carrière. De maan is je gevoel. En je ascendant is eigenlijk hoe astrologisch... waar het staat. Maar ja, ik heb dat al voor je uitgezocht. Waar die Mars in tweeling staat. In dat 3e huis bij ons dus. Ik ben er super blij mee. Want ik wil wel helder en goed communiceren. En allemaal nieuwe dingen leren. Even kijken. Wat is de quote? Identity, self-analysis, knowing oneself. One's own self is well hidden from one's own self. Of all minds... of treasure, one's own is the last to be dug up. Van Friedrich Nietzsche. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je zegt, ik snap er helemaal niks van. Nietzsche was natuurlijk ook wel een ontzettende diepe filosoof. En wat hij eigenlijk zegt hier, dat het meest authentieke stuk van jezelf... Jezus pakt het allemaal mooi in bij jullie elkaar. Voor jullie rammetjes. Het meest authentieke stuk van jezelf is dat wat je het laatste uit jezelf eigenlijk pas omhoog haalt. Want wat heel erg aan de oppervlakte ligt, is dat wat je zelf vaak niet ziet. En ik zeg dan altijd, een zebra ziet zijn eigen strepen niet. Dus dat wat er op je voorhoofd staat, zodra jij binnenkomt, daarom zeg ik die ascendant uitrekenen met dat linkje hieronder is heel erg slim voor je. Dat wat je zelf niet ziet, dat ziet een ander wel. Grappig, hè?
En jij gaat deze maand september dat helemaal uit jezelf met die vlinder, met die Knight of Cups, met die maskers afzetten. Jezelf met die baboeska poppetjes allemaal zo uit elkaar halen. Ik ga een bachbloesempje voor je trekken. Ik zet natuurlijk allemaal weer de kaarten, de decks, hoe ze heten, allemaal eronder. Oké, welk bachbloesempje? Voor mij lieve rammetjes. Oh, die is goed. Look beneath the surface. Kijk nou eens weer. Jongens. Magisch wat hier gebeurt. Er staat... From hidden troubles to true happiness. Look beneath the surface. Ja, dat moeten wij dus doen. Wij moeten ons authentieke zelf... Dat wat we eigenlijk begraven hebben onder aanpassen, pleasen... Wat de rest van de wereld van ons wil... Diep naar binnen om te kijken, oké, wie ben ik onder de oppervlakte? Heel erg mooi. Dit is wel een hele heftige bachbloesem. Ik zou niet zeggen, lieve rammen, koop een flesje en ga dat lekker opzitten peuzelen de aankomende maand. Want acrimony moet je met beleid doen. Deze bachbloesem doet oude trauma omhoog. Halen, losweken. En ik vind niet dat je dat in je eentje zomaar moet doen. Nee, dat vind ik niet verstandig. Ik heb mijn bachbloesempjes hier allemaal meegenomen. En ik ben daar heel erg spaarzaam mee om dat aan andere mensen te geven. Wat ik wel voor je heb, en ik heb hier een ontzettend grote bonk, is labradoriet. Het is echt een prachtige steen. Nogmaals, het is hier een beetje donker, dus je ziet het niet zo goed. Labradoriet helpt tegen alle negativiteit, buiten jezelf, in jezelf. Dat kan je wel lekker kopen, of misschien heb je het al in huis, en heel erg bijdragen. Eind van de dag afspoelen. Dat vind ik een slimmer plan. Ik ga een mooie aartsengel voor je trekken. Welke mooie aartsengel begeleidt mijn lieve rammetjes? Uriel. Heel erg mooi. Uriel. God is the light or God's light. Uriel is the archangel of illumination situations. En hij geeft prophecies, visions, informatie en transformatie nou. Okay. Hij verlicht dus dat wat verborgen is voor jezelf. En je kan gewoon zeggen, als je van de engelen bent, dan, hè, als je zegt van, nou, ik vind de bachbloesem leuk, ik vind de steen leuk, de engelen vinden niks. Lieve Uriel, wil je alsjeblieft vanaf nu mij helpen met stukken te verlichten op een manier zodat het aangenaam is, zodat ik het behapbaar heb, zodat ik goed kan blijven functioneren, maar wil je me helpen om de donkere stukken te verlichten? En zo het is. En zo het is. En zo het is. Hé, hey, hoe mooi. Labradoriet? Uriel? Acrimony? Nee. Lees er eerst eens over. En als je zegt, nou, ik ga het toch doen, want ik ben heel eigenwijs. Doe dan één druppel in een heel groot glas. En doe dat één keer in de week. Niet meer, want het is zo ontzettend krachtig. Ik wil... Van Denise Lynn, Sacred Forest, wil ik een laatste voor je trekken. The Sacred Forest. Heerlijke kaart, ik trek ze zelf elke dag. Het was een tijdje, nou je hebt me ook een tijdje niet gezien. Het was een tijdje van de radar. Ik voelde het niet. Ik was heel analytisch. Ik was heel erg met mijn zaak bezig. Ik was heel erg aan het uitrusten. Nou, sommigen weten jullie nu. Ik heb een hele heftige trainingsblessure gehad. Het gaat nu fantastisch. Dus daar ben ik blij mee. Heel erg aan het rekken, strekken, wandelen. Oké. Ach. New beginnings. Mooi, hè? Zo ontzettend mooi. Voor mijn lieve Ramma.
Leuk, 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 leuk. Heb ik alles gedaan? Ja, ik heb alles gedaan. Ik heb veel gedaan. Laat me weten wat je ervan vindt. Of je zegt van, nee, ik wil die extended. Mabel helemaal geven en nemen is in balans als ik jou een donatie geef. Gaat natuurlijk gewoon allemaal weer in de channel hier. Reken je ascendant, je maan en je zon uit. En let op dat twee gestrekte benen communiceren met die rammetjes vol erin. Vanaf oktober tot januari gaat die scherper staan. Maar van nu tot en met 20 oktober communiceren vanuit je hart. En een hele mooie transformatie wens ik je. Ik stuur je al mijn liefde.